Stevenskerktoren. De Stevenskerktoren is al van verre te zien. Met zijn 71 meter hoogte is deze historische toren de hoogste kerktoren die de stad rijk is en tevens de gezichtstrekker in de skyline van Nijmegen. Ruim 50 jaar nadat de Stevenskerk er stond, in 1273, werd pas de kerktoren gebouwd. Het geraamte bestond uit houten balken. En dan is het niet vreemd dat brand de toren diverse malen verwoestte. Soms door blikseminslag, maar de torenwachters waren ook niet altijd even voorzichtig. Helaas bleek de kerktoren ook niet bestand tegen kogels, bommen en granaten. In 1591 schoot het leger van prins Maurits de toren in puin. En in 1944 bombardeerden de Engelsen de toren. In de torenhal zie je nog gedeeltelijk de authentieke muren van tufsteen. Een mooie plaats is ingeruimd voor de grafsteen uit begin 1500. Je ziet hieronder een lijn doorlopen. Dat betekende dat de overledene een onecht kind was. Tja, ook toen gebeurde er van alles. Op de eerste verdieping zie je onderdelen van de vooroorlogse toren. Hier staat het kruis van de torenspits uit 1605. Ook de waterspuurs voor het afvoeren van het regenwater staan hier. Het zijn drakenfiguren en dat is niet zomaar. Deze beschermden de toren tegen de duivel, boze geesten en heksen. Aan het vleugeltje bleef de heks dan hangen en zo kon men deze berechten en verbranden. Op de tweede verdieping zie je dat de constructie uit betonnen pijlers bestaat. Na de Tweede Wereldoorlog was hiervoor geen eikenhout te krijgen. Op de derde verdieping hangen 7 luidklokken. In de Tweede Wereldoorlog zijn deze klokken door de Duitsers meegenomen met de bedoeling ze om te smelten voor oorlogstuig. Dit is ze gelukkig gespaard gebleven. De grootste klok, Catharina, weegt 3500 kilogram en stamt uit 1566. De oudste klok, Johannes, weegt 388 kilogram en komt uit 1484. Je ziet hier in de muren galmgaten, zodat het geluid over de stad uitwaaiert. Op de vierde verdieping, we hebben dan al 190 treden gehad, staan we op pakweg 40 meter hoogte. Op deze verdieping stonden vroeger 4 mensen op de uitkijk om te waarschuwen bij brand of gevaar. Het uurwerk dat je ziet is gerenoveerd in 1953. Vanuit hier kun je bij helder weer Arnhem zien liggen. Maar je kunt ook zien welk stadsdeel in de oorlog is gebombardeerd. Trouwens, op 1 na worden de kerkklokken elektrisch-mechanisch aangedreven. De klokken worden alleen bij speciale gebeurtenissen en door een heuse klokkenluider geluid. En er is vandaag niets speciaals, dus afblijven!